Heb je je ooit afgevraagd waarom vrouwen soms een foetus verliezen of een miskraam krijgen? En of er een eenvoudige manier is om te weten te komen waarom dat gebeurt? Vandaag gaan we kijken naar waarom dit gebeurt en of er een andere manier is om de meest voorkomende reden te vinden. Wat is eigenlijk een miskraam? Het is wanneer een foetus vanzelf in de baarmoeder overlijdt of te vroeg wordt geboren om te kunnen leven buiten de buik van de moeder. Jammer genoeg gebeurt dat bij 15-25% van de zwangerschappen. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 5 zwangerschappen eindigt in een miskraam, wat neerkomt op ongeveer 23 miljoen miskramen per jaar. Miskramen komen vaak voor en kunnen iedere vrouw overkomen. Als een vrouw 2 of meer zwangerschappen verloren heeft voordat ze 20 weken zwanger was, noemen we dat een herhaalde miskraam. Ongeveer 60% van de miskramen wordt veroorzaakt door fouten in de chromosomen. Dit kunnen fouten in het aantal chromosomen zijn of in de structuur van de chromosoom. Dit betekent dus dat er te veel chromosomen zijn of dat een chromosoom een stukje mist, wat kan leiden tot een miskraam of een baby met gezondheidsproblemen. Heb je wel eens gehoord van een NIP-test? Het is een test die zwangere vrouwen kunnen doen om te kijken of hun baby chromosomale afwijkingen heeft, zoals het syndroom van Down. Het is een simpele bloedtest. Als je meer wilt weten dan alleen de veel voorkomende chromosoomproblemen, kun je een uitgebreidere test met nevenbevindingen vragen. Zo'n test kan helpen bij het vinden van verschillende chromosomale problemen die miskramen kunnen veroorzaken. De NIP-test is het beste als de foetus nog in de buik zit. Het is belangrijk om de test te doen zodra er tekenen zijn dat er iets mis is met de zwangerschap, zoals een gestopte hartslag, bij een echo of zware bloedingen. Als je de test doet na 7 weken zwangerschap, kan deze je vaak vertellen wat er mis is gegaan. Het is belangrijk om de NIP-test zo snel mogelijk te doen als je denkt dat je miskraam hebt gehad. Als het weefsel van de foetus al uit je buik is gekomen, kan de test niet goed werken omdat er dan niet genoeg fetaal DNA in je bloed zit. Als het resultaat van een NIP-test afwijkend is, betekent dat dat er iets mis is gegaan met de chromosomen tijdens de ontwikkeling van de foetus. Dit kan gebeuren zonder een duidelijke reden, komt spontaan vaak voor, maar soms heeft het te maken met de leeftijd van de moeder. Soms kan een van de partners drager zijn van een zogenaamde gebalanceerde translocatie. Een chromosoomafwijking die geen invloed heeft op je eigen gezondheid, maar wel het risico op miskramen vergroot. Als de NIP-test geen chromosomale afwijking vindt, betekent dat dat er andere redenen kunnen zijn die een miskraam veroorzaken. Het is belangrijk om verder te praten met je dokter en te kijken of er andere tests nodig zijn. Vergeet niet dat er geen perfecte test bestaat. De NIP kan soms een chromosoomafwijking missen. Het kan te maken hebben met een te lage fetale DNA-fractie in het bloed van de zwangere of met het type chromosoomafwijking. Als je vragen hebt, kun je ons een e-mail sturen naar het adres dat op deze dia staat.